Ik zie hier ook opname starten en hij is begonnen. Oké. Okay. Gaat ervoor, Gilles van Schuilenberg. Moet ik het dan doen? Oké. Okay. Ja. Ja. Oh, zoveel stress. Ze hebben begonnen. Van die lange intro's, iedereen heeft dat graag. Hè? Dexander is nu van huis veranderd. Daarom was er geen podcast. Hij vulde dozen tot ast. Te veel werd voor zijn jeepje. Het is te zwaar, dat riep je. Hij moest dus heel wat lozen. De mannetjes uit hun dozen, dus echt uit hun verpakking. Dat vond hij dus echt fucking ambetant en dat laat zien. De essentiële verplaatsing was heel erg zwaar voor mijn vriend. Condition is niet meer mint. Blijf in uw kot, ja. Vraag is, waar is dat? Antwerpen of Gent? We werpen de cent. Kop of munt, of de twee. Zoek gewoon een wc en een bed. Goed voor twee, dat is genoeg. Dat is oké. Zo van die lange outro's, iedereen heeft dat graag, hè. Wat wel niet klopt aan mijn nummer, is dat jij in dezelfde interieur zit. Dus jij bent niet verhuisd. Ja, of heb gewoon een exacte replica van uw kamer in Gent aangebouwd met een sauna. Dat is de poster. dat is gewoon een poster, hoor. Staat niet gewoon voor een greenkey. Weet je wat grappig zijn? Ik zit eigenlijk in de poolhouse op dit moment. Het grappige zou zijn, moest Dimmy ook een poster zijn. Gewoon. meestal is het ook alleen zijn mond. Hè. Ik heb meestal Dimmy zijn mond nodig voor Van Vuilenbaard, Van Vuilenbal, voor een stok. Dat is gewoon dat. Klinkt een beetje vuil. Meestal ja. Dimmy zijn mond. Ja. Ja, meestal Dimmy zijn mond nodig. Dimmy Ching. Ching. Hola. Voilà. Zo. Dimmy voilà. Met een wijntje. Ja. Ja, het was tijd voor een wijntje. Het is wijntje, Dimmy. Ben je test op corona? Ik heb het niet. Yes, oké. Okay, een gewoon virus kan een wijntje aan. Dat is al getest in het verleden. Dus, maar dus je hebt u laten testen? Ja, daar beginnen we dus mee. Ben naar mijn huisarts geweest, ja. Ja, maar ja, ik was ten eigen flippen. Dus ben mijn aan huisarts geweest en mij onderzocht. Hij was eerst niet zeker. Hij zei, mijn longen klinkt redelijk goed. Hè. Dan ik, dat zijn huisarts over zijn longen. redelijk goed. Mijn longen. Maar het was wel nog zot, verder, want het was als een, weet je, ik ging dat af om mijn angst weg te pakken. En eigenlijk heeft hij op die moment dus een keer erger geboekt. Hij stond echt, ik kreeg eerst dat masker, handschoen, voordat ik binnen mocht. En hij zei, oh, niks aanraken. Het was wel een dokter. Ja, dat was echt een dokter. En toen ging ik binnen, dat mondmasker, en als ze dat ding aan voor te lasten. Kijk. Dat is een scherm voor dat last. Zo'n spatmasker. Like, ik bezig dat voor de lampen te vervangen in de cinema. Zo, hè. Also, dat dan niet ontploft in mijn gezicht, also, die lampen. Want dat zijn xenonlampen en dat zit gas in. Dat is een ander verhaal. Ik kon toch een keer... Dat is blijkbaar met een niksje in dat neus en in dat keel. En dat ik dan opgestuurd naar het labo. Maar het labo heeft gezegd negatief. Dus, Nee. Het labo heeft gezegd... Nee. Yeah. Ja, dat is waar. Kijk, een brief thuis, ik neem open, het stond op. Yeah. Nee, het was zo'n wenskaart dat geluid maakt als je zo open doet. Corona-resultaat. Yeah. Nee. Nee. Dus, ja. Het is wel ambetant voor als je die krijgt. Als je die krijgt,
Allee, gisteren heb ik, wist ik dat het niet was, dus vandaag was ze van, nou wil ik wel lekker even ontspannen. Ja, nou, ben ik aan het ontspannen. Dus is een tekstje hem ook naar elkaar, als een hoestekstje. Ja, jongen. Een wijntje erbij. Een wijntje erbij! Schelken van de koei gaan snijden, want ja, het is allemaal moeilijk natuurlijk, hè, nu. Ja. Waar al dus tekstje? Ja, eerlijk gezegd, in Albert Heijn. Maar, dat zijn vrij goeie, want dat zijn dan zo wat gerijpte. Maar na, ja, als ik in, de Albert Heijn, in de winkelwekken. Iedereen had dat toch ook kwijperen, dat wil ik niet, want ik heb niet hen. En ja. Moet je eens wel rap zijn of ze zijn weg. Dus, ja. Maar ze zaten nee, wel in een verpakking. Ja, die zijn zo vacuüm verpakt. Ah, okay. Amerikaans gerijpt vlees. Amerikaans. Oei, ja. Ik zou toch maar een nieuwe test gaan doen. Klein beetje corolla. Komt er wel op. De chopper, stop bij de ingrediënten. Klein beetje aan het lezen. Het is toch een klein stickerje van bovenop, klein beetje corona, ze zijn wel eerlijk. Pijs wel, als ik het open stel, ze... 2%. Klein beetje corona. Ja, 0,5% corona. Kan sporen van corona bevatten. Klein beetje. Maar ja, kijk. Ja. Die virus. Ja, maar dus ik heb wel een virus gehad, hè. Maar een ander virus. Dus, hè. Ja. Ik had een virus, maar hij zei het, veel virussen. Dat is waar. Heb je een virus gehad, misschien corona. Mooi uitgelegd. Nou, Chris, Dimi zijn geen corona is te gaan vieren door een klein beetje corona te gaan krijgen. Nee, like chat. Nee, want stop rest. Kom. Je is 5 seconden weg, verste. De paranoia is 5 seconden weg. Loit even weg. Kom, wat, en voor de rest, hoe zit het? Hoe zit het? Ja, was aan verhuis, Skander. Skander, de mensen... Skander, ja, ik snap dat niet. Xander als ik, Skander. Wat mensen... wilde ik leren, zei Dimi. Ja, uiteindelijk wel. Mensen allee, hoe was uw verhuis, Jasper? Ja, een verhuis, Jasper. Rasper, hoe was uw verhuis? Hij is echt een poster geworden nu. Hij is echt een poster nu. Dat is vastgelopen. Nee. Durf het weer. Vertel het keer. Ja. Vertel het keer, Rasper. Allee. Gilles, was nog met Abin? Ja, wel. Ik heb nog handel gedreven, maar niet meer voor cash, maar voor bier. Maar dat is voor straks. Ik zou eigenlijk graag weten hoe dat met de verhuis was van Xander. Ja, hij is vastgelopen. Nee. Jullie vullen dit met gemak alleen, hoor. Allee. De Gilles doet me de pijs op Bill Burr een beetje na, met dat kaal. En ze is nog een vos en baard, maar voor de rest zei echt dat ze Bill Burr kop kan even. Als ze. Die hebben baard en dat kaal kop. Ik wil het verhaal van Xander Bill Burr. Zou je baard als een vos kunnen kleuren tegen de volgende? Volgende keer doe ik hem vos. Echt? Met ja. Dries vos. Als we bij wat plakkaat... Een beetje plakkaatverf als een klein beetje plakkaatverf. Oké, ik... Ik weet niet of dat... Geen haarverf. Ja? Heb jij verven die in Osama Bin Laden de grot waar hij aan het filmen zijn? Help me! Help me! They're serious! Aan het filmen in de stok Amerika, hè. Ja, maar wat ik wil weten is, voordat ik verhuisd ben naar die Osama Bin Laden groot, hoe was uw verhuis, Xander, die duidelijk nog altijd in Antwerpen zit? Ja, maar dat ik bezig ben met mijn verhuis, is dat wil zeggen dat ik alles hier opgepakt heb en het naar Gent heb gezet. Dus ik dat ben... is Gent? Nee, ik ben nog niet weg, hè. Ik ben hier nog niet weg, maar ik moet wel al gaan werken in mijn ander huis. Ah. Wat is uw plan eigenlijk? Wanneer wil je daar volledig weg zijn? Binnen een maand of zo? Hier, ik moet hier weg zijn eind mei. Ah, dus maar ik heb 3 maanden opzeggen. Dus mijn contract loopt af 1 juni. Ah, okay. En ik ga pas volledig weg zijn als mijn workstation weg is, snapte? Dus als ik echt werk als comedian thuis... Dan moet ik internet hebben en deze opstelling. En als deze opstelling verhuisd is, dan verhuis ik mee. Maar zolang dat hier is,
En daar is nog geen internet, want Telenet, ligt, allee, Telenet is ook niet aan het werken op dit moment met corona. Kan ik daar niks doen? Nee, dat is waar. Alleen Pandora. Maar eigenlijk, wat je zegt, is Alive zo na ontverven en ontdecoreren en al, daar komt het op neer eigenlijk. Zo, ja, tafeltjes ontzetten en retro stoeltjes en al en toestand. Ja, oh, ik ben er ook aan het verven. Hè. Ik heb haar niet gewoon zo alleen achtergelaten in dat huis. Amuseer je Het zijn mopkes. Samen ontverven. Hebben jullie samen de kleuren gekozen of niet? Ja, wit waren er nogal heel moeilijk uit. Oké. Want als je zo mensen die voor het eerst moeten verven, de keuze laat, is meestal Bordeaux. Om een of andere reden vinden ze altijd Bordeaux een schoon kleur. Voor de eerste keer, hè. Heel veel studenten kopen hem een Bordeaux omdat ze denken dat dat chic is. Ik heb dat een keer opgemerkt en dat is altijd donker en vuil. Nog nooit. Maar ja, ik snap het, ja. Ik kan van uw studenten kot maken. Ja. Een Bordeaux, ja. Van die gordijntjes en zo. Bordeaux. Ja, Bordeaux. De wijn dat Dimi drinkt, hè. Ja, misschien een Bordeaux. Ik ben meer van de Spaanse wijntjes altijd, hè. Ja. Zeg maar, Xander, dan zei je dus mijn... Dat is mijn druif. Ah ja. Adroef is... Tempranillo, dat is mijn druif. Ah ja, maar ik vind dat ook wel een goeie. Typisch sponsje druif. Ja. Zeg, Tempranillo, kom je ook te start. Oké, Dimi. Dat is mijn land. Château Dimand, is dat nu? Dimi de Wijnboer. Nee. Maar dat is Adroef. Ja, Adroef, Tempranillo. Plet je ze dan zelf? Tempranillo. Ik denk dat dat... Het is van uw nieuwe liedje, Dimi. Tempranillo. Oh, en het moet een beetje Spaans klinken. Ik heb hier juist 2 uur zitten pingelen en ik heb iets, maar het is er nog niet. Maar ik was niet oppakken verrecht, want de Europa zat hieronder de Beatles te schallen tegen 1000 per uur. Dus het was echt als de mijn micro was, de Beatles en al. Yellow Submarine, Yellow Submarine, verste. Dus, ja. Maar het is echt, wacht, als ik een bullshit leken maak. Het is echt een bullshit leken. Wat is het? Is fun. Wat is maar, bullshit? Het nergens over. Het gaat nergens over. Je gaat dus ook de cover maken van Despacito, maar over uw wijn. Ah, wel, zit je wel over in de stijl van als Despacito? Ah, nee, belangrijk, dat kan ik niet halen. Want het is wel een reggaeton-echtige. We noemen die druif. Tempranillo. Tempranillo. Maar ja, oké, okay, dat is eraf. Tempranillo. Ah, fuck. Dat is wel graag goed. Maar ja, dat stemt weer als we op Italia bestaan weer. Hè, dat mag, hè. Bedoel, ja, ook... dat mag, maar ja. Nee, wel... ik doe dat nooit. Ja. Met carnaval zeker niet. Al die Dimi-liedjes zijn zeker nog niet geflagged constant op iedere YouTube dat ik online gezet heb. Nee, plus ik ben bezig met die We Built This City aan het aanklagen. Hè. Die hebben dus een leak gemaakt op Lockdown Dimi. Dat was gelijk gisteren op de radio. Was het. We built this city. Maar dat is echt altijd... Ja, 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 ja. Ik hoor altijd een ander leken nu. Ja. Eén man af met die. Ja. Lockdown Dimi. Stokbrood Dimi vond ik ook wel een goeie. Maar Ochtend Dimi, dat is de origins. Ochtend Dimi. Ja, dat is ook de meest accuraat eigenlijk. Hè. Ja, hij weet niet wat hem doet. Hm? Nee. Dat bestaat nog altijd. Maar goed... Despacito, maar over uw wijndruif. Tempranillo. Maar dat moet je Spaans kennen of zo, hè? Of als een, ik weet niet. Dat is wel Spaans laten klinken. Mag ik een klein beetje? Ja, dat weet ik je, hè. Ja. Zo, van dat jommetje Spaans. Van dat jommetje Spaans. Gewoon al improvist. Ik ken dat liedje niet, dus gewoon zo. Jommetje Spaans. Als we met ons op het karakter opmaken. Os. Tempranillo. Nee, maar ik kan dat liedje niet. Tempranillo. Als je weet, dat is zo'n vibe. Zeg nu een keer de naam van die druif, ik vergeet het al maar. Tempranillo. Tempranillo. Rustig. Rustig. Ja, maar ja. Agressieve druif. Ja, dat is waar, ja. Is Tempranillo. Ik drink dat in mijn espadrillo. Tempranillo, ik drink dat in mijn espadrillo. In mijn Renault Kio. Ja hoor. Een beetje een tranquillo.
Ik had geen corona. Agressivo. Ik had geen corona. Tempra, mio. Dan trek ik achter bij de corona. Ja, ja. We hebben mofletjes bier. Ja. Dus we verwachten allemaal dat liedje, hè, Dippy. Ja. Ik van mij... Ik weet niet. Allee, maar, dan loopt maar al van YouTube een karaoke-versie van Despacito en begint er maar aan. Ja, ja. Ik weet niet. Dat komt toch al, we zien wel. Dus het moet allemaal een beetje organisch gaan bij mij, Xander Verstuit. Ik forceer niet gern. Ja, dat... Je zit zo... Zo meen ik geen carrière, omdat ik alles organisch begon. Ik forceer niks. Ja, grijp. Ik zelf vooruit dat ik mijn leven. De muze moet komen, verstaan ze? Moet komen, de muze. Waarom komt de muze gelijk een gezwel in je kop? De muze komt op hem gelijk de vogel op zijn kop kakt. Dat doet de muze. Ja, dat is, dat is gelijk een idee. Zo, dan moet ik dat afvegen. Ten, godverdomme. Maar zo is corona ontstaan. Ik moest je mijn vriend toch ontdoen, verstaan je? Een idee alleen is niet genoeg. Allee. Maar goed. Ideeën, hoesting. Eigenlijk moet een medische, een geneeskunde, iemand van de geneeskunde af en toe tegen u zeggen, het gaat goed bij u, Dibi, en dan heb je zo weer 12 uur levenslust om dingen te maken. Ik kom het op neer, ja. Het is gewoon dat. Psychologisch bij mij, dat Dibi, is waar, ja. Dibi, geen corona, godverdikke, steekske maken, liedje maken, Despacito. Steekske, laat koken, vlam, kom, podcastje met Xanderino en de Gillian Dodonski. Giuliano Donski. Voilà, okay. En Dimitro. Okay. Dimitro, dimmi poi dove dischi va, tempranillo, perché? Perché? Hoe is het met uw gezondheid, Don Giuliano? Niet zo optimaal, maar ik weet zeker dat ik geen corona heb, maar ik ben oververmoeid. Ik voel het echt, ja. Ik zou echt moeten maffen. Maar... Je ziet er een beetje moe uit. Dat zeg ik niet op een beledigende manier, maar je ziet het gewoon visueel. Ah ja, maar ik heb het ook juist toegegeven, hè, voordat. Oh, ja. Het is echt wel zo. Ja, ik zeg dat omdat heel veel mensen tegen mij zeggen, je ziet er moe uit. Ik zeg, nee, dat is gewoon mijn gezicht. Dus, heb mij gewoon beledigd. Ja, maar voor de mensen thuis, kijk. Ja, ja. Nee. Er is een beetje moeite. Er is moeite merkbaar. Er zit wat moeite in, maar het is een klein beetje corona op aan nee, zoals ze. Ik had dat zo een wit puntje. En als je op een wit puntje hebt, werd dat soms een rood puntje. En nu wordt dat zo een donkerrood puntje. Mijn opstaan met zo'n joekel op mijn verweet of mijn neus of zo. Dat is karma. Omdat ik tegen mijn webcam kwam. Dat is niet besmettelijk. Nee, ik straf als ze, omdat ik ze dat benoemde. Ja. Bij Gilles komt er al cocktails zo uit waarschijnlijk. op zo'n moment, hè. Op zo'n moment zou ik ook willen... Op zo'n moment zou ik ook willen... Klein beetje dingen. Hup, vlam, cocktailsaus. Ja, op zo'n moment... Ah, ketchup. Klein beetje mayonaise, klein beetje ketchup. Cocktailsaus, vlam. Van die klein door op Twitter, ik vond het wel grappig. Ik weet het! Shout-out. Shout-out naar een kind. Shout-out naar een klein op Twitter. Ik vind dat bij jou. Ja, het is waar, het is cool. Er is gevolg. Dat is grappig. Voilà. Maar ik zou dus ook eigenlijk zo internet van Dimmy willen, dat hij uit een nachtwinkel gekocht heeft en als een prepaid kaart. Daarmee zou mijn rood puntje ook niet opvallen. Want Dimmy is zo één Roy Lichtenstein schilderij geworden. Hey, Georges Seurat, met uw pointillisme. Ik zie nog steeds geen... Ik denk dat dat nog is. Een geschilderd portret van een oude Franse wijnboer, dat ik hier... Ja. Hey, hoe noemde jij je oud? Dat is zot. Nee, ja, maar ja. Snap het. Ik weet het. Ik weet niet of dat je ogen zijn of de denkrimpel. Ik kan dat niet zien, maar hier. Nee, vandaag is er wel iets belangrijks gebeurd. Iets dat ik al een tijdje uitgesteld heb, maar dat ik niet te lang mocht uitstellen. Ik heb mijn hinderpremie aangevraagd. Ah. Ja. Ik heb dat al een paar keer vernoemd, maar het is er van nu. Het is eindelijk gebeurd en ik heb dat dus met die... Je moet dat dus met een EID-laser doen, hè, met je paspoort. Maar wat als je dat niet hebt? Ik had dat nu toevallig en ik heb dat destijds moeten aankopen omdat ik zo bouwvergunningen moest aanvragen en dan zo met dat loket en al die toestand.
Maar dus anders zijn wel gefukt, hè, als je zo niet, dat niet liggen hebt. Allee, ik denk, ja, ik heb dat liggen, Dimmy. Voilà. Een paspoortlezer, zo'n een kaartlezer. Wacht. Mijn vrouw heeft dat. Omdat dat die denk dat... Ja, mijn vrouw heeft dat. Maar denk, die heeft dat nodig voor haar werk, denk ik. Voor als ze in te loggen op haar werk, of als ze van thuis werkt. Maar ik zelf heb dat niet. Ik heb het 12 keren moeten proberen, de software opnieuw installeren. 3 verschillende browsers, zowel Chrome als Firefox als Safari had dat opnieuw. En uiteindelijk bleek dat mijn kaart eigenlijk niet diep genoeg zat. Ja, okay. Dat doe ik happens, vaak. It happens. Ja. Ah. Ja, maar dus, en dan... van uw lief, hè. Ik had wel... Ja, met een boekhouder... Ja. Akkoord, ja. Want, ja. Boekhouding, ja. Met een boekhouder had dat zo wel updates gestuurd. En ik had dat zo verhalen al gehoord dat het zeer ingewikkeld was. En rompenslomp om het aan te vragen. Maar ik moet eigenlijk echt zeggen, het is super simpel. Het is gewoon een paar vragen dat je moet beantwoorden. En de rest weten ze al, want je pas steekt daarin. Dus ze zien Hans uw internetgeschiedenis... Ik ga morgen op uw rekening staan. Morgen. Ik weet het niet. Maar ja, gewoon moest mijn openingsuren erin zetten en zeggen wat ik deed. Ja. En op een moment... Onze vakantie gecanceld. Ja. Ah, oké. Okay, ja. Ja. Ja, dat was te pijzen, hè. Ja. Maar het was niet van hun, hè. Wij hebben het goed gedaan, dachten van... Ja. Wel stom dat je dat gisteren geboekt had. Nee, ik heb dat gedaan met Black Friday heb ik dat gedaan. Want dat kregen ze, dus dat was al lang geleden, dan kregen ze een hoop kortingen en toestand. Dus ik had dat zo met Black Friday gedaan. Het scheelt toch zo'n paar honderd euro's of zo. Zo. Ja, maar ja, na ben ik... Ja. Het is een nul van mijn voorschot dat ik kwijt ben. Maar ja, kijk, liever dat is door ziek weer in het buitenland of whatever. Dus ja. Ja, ik ben met... Allee, Graspop, gaat dat nog door? Of niet? Ik weet niet. Denk niet, hè. Er gaat niks door. Festival is geannuleerd. Ik ga ervan uit dat niks doorgaat, maar... dat is nog niet... Ja, ze hebben de knoop nog niet doorgehakt, maar iedereen voelt de bui wel hangen. Hè. Ik heb kaarten voor... wat is dat? Werkt er boutique zeker? Paul McCartney? Paul McCartney van de Beatles. Hier zie ik hem. Connectie, Dimmy. Connectie, Dimmy. En de kaart ook niet. Maar ik ga ervan uit dat dat... grote festivals met internationale artiesten, dat betwijfel ik. Ja, en zou je zelfs al doen ze te safe, zou je nog willen? Ik weet niet, als je tussen een massa gaan staan? Graspop is toch eind juni, hè, dacht Xander ik. Xander is immuun, hè. Ja, we gaan ervan uit dat ik het gat heb, hè. Dus het kan zijn dat ik ervan af, dat ik immuun ben nu momenteel. Ja, ja. Ik gedraag er mij alleszins zo naar hoe de trein... De trein redelijk dat lekker en al. Dat was aan mij ook zo van, ja, ik heb het niet. En dan zei, fuck, ik heb het niet. Want ja dus ik had liever gehad. En als u handjes wassen, hè. Nee, maar als u weinig symptomen en emmen, had het beter geweest, hè. Want, maar ja. Nee, maar ik ga er niet zomaar vanuit dat ik het gehad heb. Allee, snapte, ik omdat je kunt wel nog altijd verspreiden. Ik kan nog altijd wel op de trein een reling aanraken en dan iemand een hand geven. Allee, snapte, ik geef geen handen, ik was mijn handen, weet al, ik ben altijd voorzichtig. Maar mensen vooral echt moeten leren in het algemeen, hè, is in hun noksel hoesten. Hè. Dus, in noksel, wat zei ik? In hun elleboog. In hun noksel kan... In hun noksel hoesten. Dat is zo. Maar ja... Nee, ik zie dat echt waar als een teken van intelligentie. Wacht, eigenlijk besmet je volledig je hand en tennis wanneer je alles aanraakt. Niet alleen een hand schudden, hè, maar gewoon alles wat je vastpakt en zo. Ik die had dat een keer bij Dimmy in zijn gezicht zo... Ja, ik zie dat echt als een teken van intelligentie, als je in je oksel oesten. In je elleboog. Nee, maar echt, er is zo... het is gewoon een stom verhaal misschien. Maar is zo de rapper, Lil Baby, dat ik nogal bij vind, maar dat is zo'n jonge gast. Want als die praat, is dat precies een retard, maar dat is... Ik vind dat een intelligente gast. En als je bezig bent, ga je denken van, ja, dat is de zot. Maar... Tijdens interviews moest hij ook hoesten en die hoest ook zo, is dat elleboog. En ik dacht van, ja, daar ben ik het zeker. En wat is de slimme Wacht, hè. En wat is de rapnaam van die slimme gast? Ja, slechte rapnaam. Little Baby. Slechte rapnaam. Oké. Ja, het is wat, ja. Nee, maar ik vind ook wel... Ja, sidetrack. Het is intelligentie of het is toch... het is verstandig. Het is verstandig. Maar wat doen ze ten? Dus elleboogbumps. Dus eigenlijk verspreiden ze het wel weer. Ja, maar nee.
Ah, ja, ik weet hoest niet, ja. Hoest niet op die elleboog, hè. Hoest hier. Ja, in, oh, eigenlijk hier, in de oksel van uw elleboog. Ja. Ja, maar... ja. Ik heb dan een tijd verkeerd gedaan. Ik had gelezen dat je in een elleboog moest in de val van je knie. Wacht, Demi. In de val van je knie. Ik kan er ook eens iets zeggen. Ja, de mop is te laat. De mop is weg. Heet er doorgepraat. De mop is weg. Het is te laat. Jong, ik heb de veur gehad dat ze zit te wachten. Nee, maar dan babbel ik niet. Verstuur. Zeg nog eens, alsjeblieft. Alsjeblieft. Sorry. Ik had dat mis, de spontane grap die ik daarnet wou maken, hè, ja. Dat nu totaal niet gerepeteerd overkomt, okay. Is, ik had dat mislezen, ik had gelezen dat je in een elleboog moest hoesten. Ik dus ja, mensen op de bus vonden dat niet leuk. Dat was een goeie bo- was een goeie bo- kijk. Sorry. Dat is een goeie Wat? Had ze de eerste keer moeten horen, dan was ze goed. Ik heb ze niet gehoord. Ze was gecensureerd. Ik heb vandaag handel gedreven. En ik mag eigenlijk niet, maar ik heb niet meer met... Ja, nee, ik heb niet met cash gewerkt. Mijn buurvrouw had een doek nodig. En je weet uit een vorige aflevering wat mijn buurvrouw doet. Ja. Dus ik ben betaald. In... Ja. Nee, very close. Ook iets heel genotsachtig. Ja. Ik ben betaald geweest in La Trappe, trappisten. Dus dat vond ik wel tof. Dus En ja? Jules, de kinderen hebben dorst, maar dat maakt niet uit. Ik heb toch La Trappe? Ik drank een ijs. Ja, nee. Ja, dus, maar giet dat dan in zo'n klein glazen, hè? Dan ben je ook drinken. Hè. Zo'n dopper dat je niet kunt bij borsten. Bij La Trappe. Nee, maar zijn je dan nu La Trappe aan het drinken, of wat? Nee, nog niet. Ik heb wel een mee. En zitten er quadrupeltjes bij? Het is uiteraard quadrupel. Ah, fucker. Dat is zelfs bij een, hè. Dus Ellen, mijn buurvrouw, hè, ze had een doek nodig. Ik heb dat zo via de tuin over het murken geduwd, een doek. En ik zeg, ja, geef mij gewoon een quadrupeltje. En ze heeft er mij 4 gegeven. En voilà, hè. Nu... Dat is een ruilhandel dat terug... De maatschappij is verwoest... En nu is het weer ruilhandel. Ze heeft er eigenlijk 20 gegooid over het muurken, maar ze er maar 4 overleefd. Ja, nee, ze was blij dat ik West-Vleteren had hem had binnengekapt. Dus allee, dat zijn concurrenten. Hè, dus, Voilà. Maar dat is voor ze biedt. Ik heb wel klein glazen, maar dat moet ik gaan halen. Is het oké als ik dat gewoon in mijn duvelglas doe? Oh. Tuurlijk. Gaan daar mensen boos om zijn? Nadat je West-Vleteren gedronken hebt, lijkt de randdebiel. Quadruplekens zijn ik wel een van de tijd mijn favoriete bieren, dus dat vind ik wel wel rapy ook. Maar dat is wat, ja. Maar ziet dat wel, ziet dat wel dat die een duvel leeg is, dat nee! Oh mijn god. Maar nu ben ik wel benieuwd wat dat geeft. Nu ben ik wel benieuwd. Oh. Al er zit meer schuim op, dat alvast. Oh mijn god. Oh my. Ik heb juist quadruppel duvel gesnoven. Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Ja, niemand. Okay. Allee. Ja, maar ja, zeker. Ja, maar ja. Ja? Duvel? Quadruppel? Ja? Dat kan niet goed zijn. Maar ja. Nee, het kan niet goed zijn. Nee, het is gerepeteerd, hè. Maar ja. Nee, het is wel goed, hè. Het is wel goed. Nee, het kan niet. Pas op, dat is wel een ding, hè. Op het internet is dat een ding, als de mensen die bieren bijeenkappen en dan is dat zo een cocktail van bier en is dat lekker. Nog nooit geprobeerd, dat vind ik echt iets raar, man. Maar het is wel lekker, hè? Het is wel lekker, want het is scherper. Die een duvel maakt het scherper en die een La Trappe, die maakt het smaakvoller. Snap je? Ja, maak het duvel scherper en smaakvoller, dat is de vraag. Ah, wel? Ja. Doe Germer wat je moet doen, ik ga dat hier... Maar dat is een goed, hè, quadruppel. Nou, quadruppel wijk vanaf, echt, nee. Ja. Als we karamellen bijten en ook als we een hamer kazen. Ja, ik proef ook karamel. Wat ik wel raar vind, eigenlijk moet je quadrupel zeggen, pijzig, want het zit maar 1 P. Zie je? Quadrupel. Dus op pijzen dat druppel is, hè, van een druppel. Nee. Maar ik zeg kunnen. Dus dat druppel. Ik heb niet quadrup. Oké, dat is waar. Oké, voilà. Tot zover mijn... Sorry. Sorry voor alles. Je kunt geen quadruppelje aan Dibi geven met je sluissysteem. Gewoon zodat dat sluissysteem een keer gezien wordt. Ik wil dat volgende keer heb ik waarschijnlijk een quadruppelje. Dan gaan we een quadruppelje drinken. Dimi,
Dimmy, ik gewoon. Ja, jij komt achter een quadruple. Nee, komt dat bij mij aan. Je krijgt die in. Via mijn sluissysteem en ik film het sluissysteem. Ja, maar liever direct 6, versta je? Dat heb ik niet. Achtste moraal, kwant. We zijn een stukje. Ik zal er zelf van aangeraken. Geen probleem. Okay. Het is lief. Het is heel lief. Merci. Maar, ik voel graag mijn sluissysteem. Ize aan Tempranillo is zo. Ja, als sluissysteem. Ach, dat broek maar aan, Jules. Dat moet ik ze eerst weer aan doen. Stel je voor. Jules zijn sluissysteem. Sorry, we zaten daar alles. Jules zijn sluissysteem is gewoon een glory hole. en dat is zijn sluissysteem. Best komen verfraden, stik trouwens in de pietje door. Hallo? Ik zit hier al lang alleen. Alleen wit. Wacht. Ik ga mijn sluissysteem open doen. Ja. Hang er maar aan. Hang er maar aan. Ik ga het naar binnen trekken. Zeg, ik denk niet dat Bartolomeus hier iets mee gaat doen. Dat er zo'n piemel kan opstaan. Ja, ik wil. De foto van Jules. Piemel laat alles lastig doen. Een sakkoosje of zo. Jawel. Nee, ik krom een klein beetje naar boven voor de zak aan het hangen. Een klein beetje. Hoe weet jij dat? Een klein beetje. Maar mijn zak hangt eronder, hè? Een klein beetje zak. En zo trekt hij naar binnen zijn sluissysteem. Echt. Ik denk dat er nu heel veel vrouwen opgewonden geraken van uw vingerbeweging, Sander. Magische vingers zijn wel leuk, Sander. Eerst lokte ze. Daarvan komt dat lokteken, hè. Kijk wat ik kan. Is het al zo laat? Hoe laat is dat? Oeh, we hebben nog tijd. Een vraagje. Ja. We hebben dus gisteren een aflevering overgeslaan. Is dat ergens gecommuniceerd geweest online of niet? Ja, ik heb dat gezegd op de Twitter en de Instagrams. Nu, waar ik het autistisch ergens moeilijk mee heb, is dat ik het ongelooflijk handig vond dat wij altijd om de twee dagen heen deden, vanaf dag één, en dat de nummer van onze podcast eigenlijk kon aanduiden hoe lang dat we in de lockdown zaten. Snapte? Ja, zo. Ja. Ja. Snapt of niet? 20 dagen. Voilà. Dit is aflevering 20 dagen, nu is het 21 dagen. Nu is dat uit evenwicht, dus zouden we morgen ook weer één doen, en overmorgen, dat we die van gisteren inhalen, of niet? Zot, nee, ook direct. Oh, nee, dat ga ik niet doen. Of een korteken? Nee, ik heb mijn vrije avond wel nodig om andere dingen te doen ook nog. Ik ook, maar ik vind dat moeilijk, snapte? Maar wij, zeg dan niet, is het vanaf na dat het verder gaat, hè, ja. Oké, nu had er gewoon altijd een dag bij. Kunnen we gewoon niet van 1 minuut toe morgen? Gewoon zo dat die een nummer krijgt, zodat de nummers weer goed zitten. Maar nu zitten we toch op een beter schema. Nu doen we vrijdagavond en zondagavond. Ik vind dat eigenlijk chiller. Ja, dat is ook wel chill. We zijn nu woensdagavond. Volgens de Gregoriaanse kalender zijn we altijd woensdagavond. Van Gregor. Maar als we nu 2 dagen doen, dan is het eigenlijk vrijdagavond en zaterdagavond. Ja. Ik denk niet meer in weken, dus ik weet dat niet. We zijn weer op schema. Oh. Ik vind het moeilijk. We gaan hem toch een keer moeten inhalen. We gaan hem toch een keer ergens dat gewoon weer goed zit. Ja, maar het gaat van de week niet zijn, want zolang dat deze overdag beschilderen, zijn rug wil platleggen. Ja, oké. Okay. Ik heb last van mijn sluissysteem. Heb je al pijn in uw schouder en zo van te verven? Ja, nee, ik heb altijd pijn van mijn hernia. Maar minder. Het is dan beter. Iedere dag is 25% beter, zeg ik. Oké. Okay. Maar ja, het is wel de meeste pijn aan de linkerkant. En ik ben linkshandig. Dus ik betrap mijn eigen op dat ik altijd met die linkerkant aan het schilderen ben. En dat is zo... Da! Dus, maar het is zo klunzig met een andere kant. Ik kan niet... Ik ben niet ambidextrous. Ik kan het niet met allebei. Behalve met een Piet, dat kan het met allebei. Dat is wel
touwklimmen. Zo, zo masturbeer ik, like touwklim. En geraakt het tot een hoogtepunt? Nee. Geen piek. Allee. Geen piek. Oh, schoon. Schoon, Dimi. Ik zie trouwens dat je je beste Mark van Ranst cosplay weer aan hebt vandaag. Ja, ik zag het een beetje als een, met een twist. Als een beetje het is wel wat... Het is wel wat Hawaii, zo wat. Beetje Hawaii. Het is wel Hawaii, Mark van Ranst, Hawaii. Also. Was Mark van Ranst eigenlijk al bekend voor corona? Ik kost die een ik zeg het, ik heb het wel herinnerd. Het is wel... Wat? Zo vijf of vijf? Ik kon het overpakken. Ja, daar heb ik wel een beetje een tik van. Also. Mark van Ranst stond voor corona bekend als iemand die op Twitter veel boel maakte met rechtse trollen. Daarvoor ken ik die daarvan. En ook op So You Think You Can Dance. Wat? Nee. Mark van Dans. Mark van Dans. Stel je voor dat hem daar bekend van is. Ja. Ja, dat is zo Belgium's Got Talent en heeft zo ziektes voorspeld. Dat is wel lekker. Pas op, die filmpjes zijn wel viraal gegaan, ze. Ja, toch. Ja, ja, toch. Geef het aan. Sean Hannity... Nee, Sean Hannity niet. Maar hoe noemt hij een... Sean Spencer. De White House nieuwscorrespondent. Die had altijd als in de mensen moeten woordstaan, de pers moeten woordstaan. Het er al verschillende had in Amerika. Ja. En hij is daaruit gestapt. Dat was die die zei dat de grootste bijeenkomst was ooit voor een inauguratie. Juist. En daarna is die echt op Dancing with the Stars begost. Dus dat is nu zijn ding. En daar zit er echt te dansen. Zo. De PT daar de hele tijd stond te liegen. Zit daar nu te dansen. Nee, vond dat grappig. Maar ja... Sorry dat ik daarover begon. Mijn politiek jongen. Altijd. Ja, mijn politiek, jongen. Ja. Hoe krijg je dat allemaal in die ISIS-grot waar dat hij vertoeft? via satelliet. via een reizige satelliet. Aan het kijken naar tv. Kijk naar mijn beeldkwaliteit. Valt nog goed mee. Met uw VHS. Met uw VHS-cassettes met afleveringen van Friends dat je opgepakt hebt van VT4. op verhouding 3.4 nog, hè. Ja. Op de breedbeeld aan screen. Ja, jongen. Die meester, wat is uw mening over al die films die worden verzet voor de cinema? Ja, ik weet niet. Dat was al aan de hang toen ik nog aan het werk was, eigenlijk. Want er was zelfs een film die zelfs geen goeie... Maar wat was de naam nu weer? Die al uit was, die dan plots die laatste vrijdag niet meer mocht gedraaid worden, omdat ze hem terugnamen om hem dan opnieuw uit te brengen, zo gezegd. Wat is mijn mening daarover? Ja, ik snap het wel, want ja, die mensen hebben ook veel geld geïnvesteerd in die films. Maar, ja. Ik snap het ook, maar ik heb zo het gevoel dat we in één keer op een leegte, allez, zo een leegte van programmatie gaan stoten dit jaar. Ja, dat is ook zo. Ja. En dan alles tegelijk, maar wanneer gaan ze het weer eruit brengen? Want dat gaat ook niet, gaat dat trek weer allemaal op gang komen, gelijk als er misschien, ja, die jeugd, misschien, ja, dat die er niet veel van aantrekken. Want we zitten, allee, misschien corrigeert het zijn eigen, maar we gaan met een soort van ripple effect zitten, hè, met films die nu moesten uitkomen, dat we dit jaar niet meer krijgen, en verzet worden naar volgend jaar. Mm-hmm. En films die nu gedraaid worden, die we volgend jaar moesten krijgen, die waarschijnlijk een jaar gaan verzet worden. Tja. Dus... Het is allemaal een beetje... Het is raar, want kijk, die Pieter Konijn dan, dat was eigenlijk een film voor Pasen, die komt niet uit in de zomer. Ja, amai. Ja. Dat is ook zoiets raar, hè. Dat is echt erg. En ja, die Bond was al verzet, dat was al te veel. Ja. Gisteren hebben ze Ghostbusters aangekondigd, dat is verzet naar volgend jaar. Ah, ja, daar keek ik wel nog naar uit. Ja, die, ik dat, ook. Ja. Deze zag er wel goed uit, also. Het was een beetje, ja, voel je hem. Ja. Het zag er een verdienstelijk vervolg op, maar dat is weg. En ja, mijn hart bloedt, de Jurassic World Dominion ligt ook plat in de opnames. Die staan altijd klaar voor juni volgend jaar, maar ja, die waren nog maar een week of twee aan het opnemen. Dus ik denk, al die acteurs, ja, die gaan iets anders moeten doen. Hè. Allee, Sam Neill, de acteur, is van Nieuw-Zeeland. Die zit vast in Amerika momenteel, dankzij corona. Die kan zelfs niet naar huis voor zijn kleinkinderen te zien of zijn familie. Die zit in een trailer vast op de set van Jurassic World Dominion in Amerika. Oh nee. Crazy. Dus ze zijn nu echt opnames aan het stilleggen.
Alles ligt plat, hè. Bedoel, ja, en... in eigen land ook, eigenlijk. Ik denk dat familie en thuis gaan geen seizoensfinale meer hebben. Dat is allemaal gedaan. Ja. En in Amerika ook, hè. De meeste sitcoms gaan geen seizoensfinale hebben, of geen laatste drie afleveringen zelfs. Raar, hè. Alles ligt plat. Ja, want dat is ook, als de bioscopen dan weer open gaan, wat gaat er dan mogen gedraaid worden in die eerste weken? Dat gaat ook niet spectaculair zijn, hè, want iedereen gaat ze maar direct willen... Ja, gaat er überhaupt iets zijn om te draaien? Allee, het is allemaal af. Dat is inderdaad nog een groot vraagteken. Ja. Ja, ik vind dat wel straf. Allee, er zijn wel een paar films nu die waarschijnlijk wel serieus wat geld gingen binnenrijven. En die zijn wel... Like die in Onward van Pixar. Ik heb dat nu nog net in de cinema gezien. Maar dat heeft 2 weken gedraaid en dat is weg. Hè. Dat is al online, hè. Volledig HD gezet op Disney+. Ik denk van, damn, dat moet ook wel een streep eronder rekening zijn. Hè. Ja, maar dat is... Dat is. Ja. En Bond is ook op pauze gezet. Ja, Bond was al... Ja. Is naar november gezet, zeker, hè? Die release? Ja, zoiets. Ja. Weet je waarom? Er deden 4 Russen mee. Pff. Hoe lang zat het daar al op de koud? Maar toch al een minuut of 8. Vanaf dat gezegd was, zouden we zo... Al een minuut of 8. Sorry dat ik even over cinema begin met die ene maat die in de cinema werkte. Nee. Even... Heel serieus, ik vind dat ook wel... Maar op verschillende vlakken vind ik het bizar. Hè. Zeker wat jullie aanhalen, maar ook bijvoorbeeld zo dicht bij elkaar weer gaan zitten. We gaan dat ook weer moeten naleren, denk ik. Hè. Het is een vraagteken, ik weet het niet. Ja. Gaat er volk gaan naar de cinema? Die laatste vrijdag was er ook nog volk, en donderdag tervuren was er ook nog redelijk veel volk. Maar, dus er zijn altijd wel mensen die denken van... maar toen waren de mensen nog aan het nasputteren van het gewone leven dat we gewend zijn. Maar nu zijn we in deze leven waarin nee, dat... Weet je wat het is? Als je kunt plaatsen tussenlaten, als je echt niet als al uitverkoopt of zo, kan het sowieso al geen probleem zijn. Hè? Als je echt een paar plaatsen kunt tussenlaten, dan... Aan de andere kant, zit hij wel in dezelfde ruimte. Ja, ik weet het niet. Frisse lucht opzetten, zeker. Ik ben nu ook wel langzaam aan te voelen, en ik snap het publiek ook, hoor, dat... Like mijn publiek, de fans van comedy, deze paar weken waren die nog... We zijn er weer, hè. Wanneer dat de shows ook zijn, we zijn er. En je voelde de goesting nog altijd van mensen om dingen te zien. Maar na intussen al bijna 2,5 tot 3 weken, iedere dag gebombardeerd te worden met... Het gaat niet goed, hè. 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 Je voelt langzaamaan mensen zo wat hun schouders een beetje laten hangen. Van, oef, we zullen nog wel zien. Omdat... Ja, de show van Xander de Rijken die wegvalt. Tuurlijk dat ze zeggen van, we zien je wel, Xander. En ik zeg ook, je ziet me nog. Maar als in de muziek, festivals, alles wegvalt, en dat blijft maar duren, gevoelt een beetje moedeloosheid bij de mensen. Mm-hmm. Ja, sowieso. Dat is waar. Dat is ook... Ik probeer er ook niet aan toe te geven. Ik heb ook weer zin. Ik zei vandaag tegen mijn lief van, weet je, ik heb nu gewoon geen goesting om een cheeseburger bij de McDonald's te gaan halen. Snap je? Ik heb geen goesting in een cheeseburger, hè, maar ik wil gewoon wat normaliteit terug. Ik wil vandaag de eerste keer weer goesting om zo echt op café te gaan, eigenlijk. Maar voel die ik van vandaag. Die... Van. Dat is raar, en hè. Dat ik zo een beetje gedronken had, dat ik zoiets van, ik wil nou echt als mijn maat op café en gozeven en als, gewoon dat sociaal. Ja. En... Je merkt het niet tot als het weg is. Hè? Dus, ik snap het, hè. Gewoon die vanzelfsprekendheid van een cheeseburger te kunnen gaan eten, of iets te gaan drinken, of gewoon naar de fucking markt te kunnen gaan en aan te schuiven aan een kraam. Al die dingen zijn ineens weg. Nu, ik denk wel dat dat een keer niet slecht is. Zoals in een van de eerste afleveringen, wat je zei, Xander, hè, dat mensen een keer wat moesten aanleren. Een les in nederigheid. Ja. Ik probeer het eigenlijk gewoon in een grotere vergelijking te zetten. We hebben het eigenlijk nog niet zo slecht. Stel je voor dat er een oorlog zou zijn. En er zijn mensen die over de wereld nog altijd oorlogen meemaken. Waar je kunt sterven door bommen en door kogels en door van alles en nog wat. Of gelijk de wereldoorlog. Al die dingen. Ja, deze generaties. Want het is al generaties. Hè. Onze ouders hebben ook geen oorlog meegemaakt. Mm. We zijn dan niet meer gewend dat wij uit ons dagdagelijksheid worden gerukt. Maar stel je nu een keer voor hoe dat moet geweest zijn voor mensen zoals Anna Frank. Hè, en 4 jaar ondergedoken leven. Wij moeten nu gewoon binnenblijven, maar wij kunnen nog altijd alles eten wat we willen. Je hebt uw steksken en uw Tempranillo wijn kunnen hebben. We hebben nog internet, we hebben connectie, we hebben dingen. Ja, maar
uiteindelijk... Het kan misschien nog wat karakter kweken, ik weet niet. Ik probeer het zo is, ik als denk ook wel, denk, als je na het leven weer oppikt, binnen een jaar en een half of zo, ga je misschien wel een half jaar meer appreciatie hebben voor het leven. Een half jaar of zo. En als je het weer gewoon zet, dan gaat iedereen weer zo... Ah, fuck it. Een half jaar heb je het beseffen van... Als het niet nog een half jaar duurde... En na een half jaar ga je het weer vergeten, basic. En dan gaan wij weer... En tegen de volgende generatie gaan wij zeggen... Jij weet niet wat dat is, jong. Nee, sorry. Zeg maar. Nee. Ik ben niet onderbroken. Wat ik wou zeggen is... ja, het is waar. We hebben nog heel veel. In vergelijking met... We hebben nog heel veel, maar ik ga echt eerlijk zijn. Ik heb gisteren en vandaag voor de allereerste keer gewhatsappt naar iemand de zinnen van fuck dit jaar. Mm-hmm. En ik zeg dat niet rap, want veel mensen die al, zo, het is altijd een slecht jaar volgens veel mensen. En dat doe ik niet. Ik probeer dat niet te doen. Maar ik had wel nu voor eens keer fuck dit jaar. En ik heb ook voor eens keer geschreven, het gaat echt een andere wereld zijn achter dat dit voorbij is. En ik geloof het, ik meen het ook, ik meen het ook oprecht. Het is niet om dramatisch te doen, niet om deprimeerd te zijn. Want, ik zal u zeggen, wat ik de afgelopen 24 uur gedaan heb, behalve mijn lievelingsstof verven. Ik zal u straks of camera en of opname een paar dingen zeggen dat ik gehoord heb de afgelopen 24 uur. Niks ernstig over mij, mensen moeten er geen zorgen maken. Ook niet nabij, allemaal geen probleem. Maar... Wat ik gedaan heb de afgelopen 12 uur, is cadeaus laten verzenden naar vrienden en familie. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld alle vrouwelijke, alle vriendinnen, alle dames in mijn leven, familie enzovoort, een bloemetje laten sturen de afgelopen 12 uur. En dat heeft mij een dag gemaakt, omdat ik hun er een dag gemaakt heb. Omdat ik vandaag echt een reeks sms'en kreeg van hey, merci, oh zo lief, merci. En dat was voor mij... een eerste grote hoogtepunt in de afgelopen 3 weken. Omdat ik het ook nodig had. En zij op dat moment ook. Maar ik wou vragen, waarom... Allee, van waar kwam die emotie dat je voelde van ik wil het eens doen in één keer? Zo? Ik kan u dat niet zeggen, omdat ik namen moet noemen en heel specifiek zijn. Ah ja, oké. Ja, maar in het algemeen, laat ons er al uitgaan dat mensen zijn die u genegen zijn. Ja. Om het namen te noemen. Ja, ja, absoluut. En allee, ja, weet je wel, veel slecht nieuws enzovoort. En een combinatie van een heleboel dingen. En ook gewoon het feit dat ik echt oprecht, ik mis mensen. Ik begin mensen echt te missen. Mm-hmm. Niet dat ik mijn gesprekken met jullie niet apprecieer. Of ik mijn vriendin ziek en ik WhatsApp met Fokken af en toe. Maar ik begin echt sociaal leven te missen. En ik ben Xander de Rijke. Ik hou niet van sociaal leven. Maar ik begin mijn spontane donderdagavond in Café de Joker te missen met de vaste klanten die daar zitten. Ik begin het toeren te missen, zodat mijn technieker een keer zie en mijn manager een keer zie. En ik mis al die shizzle. Het is een beetje... In een opvolging daarvan, ik ga dat ook in een klein tipje van de dingen, ik ga niet alles vertellen, maar ik heb ook... in de laatste 2 weken berichten gekregen van mensen die al meer dan 10 jaar niet meer in mijn leven zaten. Waaronder één zelfs meer dan 20 jaar niet. En die ineens sturen naar mij. En dat was echt heel bizar. Maar mensen die heel belangrijk voor mij waren vroeger, na zo'n tienerverleden. Hè, zo, waaronder een meisje dat ik jarenlang zot van liep. En dat ik echt 20 jaar niks van gehoord heb. En die ineens berichten stuurt. Van hoe gaat het? En dan denk ik, amai. Dat is al zo'n moment. Ik denk zo'n beetje gelijk dat mensen soms hebben op het einde van hun leven. In een soort van bucketlist. Van wie moet ik hier nog? Wat is er belangrijk geweest in mijn leven? Wat moet ik hier nog een keer reviseren? En ik voel dat wel bij mensen. Ik krijg wel veel verrassingen. En mooie, onverwachte dingen. Onverwachte momenten. Mensen worden weer gevoeliger daaraan, denk ik. En Xander, sorry dat ik nog niet dank u gezegd heb voor dat bloemenken, maar ook merci voor uw bloemenken gestuurd hebt. Ik weet zeker dat Dimi er ook een gehad heeft. Sorry dat het verwaakt was ook met bloemenken. dat een zak bloem van een kilo was. Sorry dat het ook al een beetje geplukt was. 20 jaar geleden.
Sorry dat ik het aan uw sluis moeten hangen heb. Mijn sluis is verstopt nu. Nee. Nee, maar wat ik wil zeggen is, allee, ik heb eigenlijk de afgelopen... want dat is ook het ding, weet je. Like, er zijn wel nog veel bloemenwinkels die leveren. En, ik heb echt zo een dozijn boeketjes het land ingestuurd. En dat was gewoon de max om vanaf 10 uur 's ochtends zo... Pedling, 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 weet je zo. En ik bedoel echt zo mijn zus en mijn lief... en met mijn lievere grootmoeder, want dat mens zit ook in... Ja, dat mens mag niet buiten komen, die is ook 80+. Allee, weet je dat... Je ziet wel iedereen er een dag aan het maken of zo. En dat maakte mij een dag. Weet je, dat gaf mij even de boost dat ik nodig had om zo... Allee, hier gaan we, nog 2 weken, hè. Kom aan, hè. Allee, weet je, zo... Ik had het even nodig. Ja, ik denk vooral dat dat zo een symboliek geeft van... Allee, ik ben nu niet vergeten, of zo. Allee, je zei... Ja, ja. Allee. Een bloemen, geef een bloemen, zeg het met bloemen, hè, wat dat ze zeggen. Allee, en eigenlijk, bloemen geven is op duur zoiets heel obligaat geworden op bepaalde gelegenheden. Hè, van ja, mijn moederdag of mijn trouw of mijn ding. En zo, moeder, ja, je weet wel wat ik bedoel, maar nu is het ineens iets spontaner, denk ik. Allee, zo'n onverwacht bloemetje zal beter zijn. Ik raak niet uit mijn woorden. Ik denk dat duvel en latrap quadruple toch niet zo goed is. Dat niet zo'n, ik denk niet dat ik ooit al bloemen gegeven heb aan iemand, eigenlijk. Nu dat ik over nadenk. Nee, wordt dat nu zo'n sekstippel? De sekstippel abt dat je er aan het drinken bent, die een duvel erbij zit. Nee, een quadruple. Wat heb jij dan wel al gegeven, Demi? Corona. Maar... virus. Virus aan mij. Van de week. Nee, ik weet niet wat. Een rare vraag. Nee, ik weet niet. Geen bloemen. Ik heb nog nooit bloemen aan iemand gegeven. Denk ik. Nee, bloemen. Nee, het raar bloemen geven. Ja, ik zit ook beperkt in wat dat kan. Hè. Weet je, like, dat normaal... zeg ik niet. Hè. Het is geen kritiek. Hè, maar het is gewoon nee, maar... het is ook veel zo... Veel mensen gaan daar blij mee zijn. Hè, maar... Momenteel is dat het beste wat je kunt doen. Like, omdat die hebben ook geld van doen. En weet al, ik probeer ook... Mijn business een beetje te steunen, links en rechts. Je weet al, bloemenwinkels, die kunnen alleen maar leveren nu, je mocht er niet achter gaan. Allee, probeer dat ook een beetje in het achterhoofd te houden. Plus, het is zo makkelijk om te doen, het is online en de dag erna heeft iedereen een bloemetje. Allee, het is super makkelijk gedaan en ja, is wat. Ja, het is gewoon die geste van, je denkt aan mij, hè. Tuurlijk. Ja, het is dat ja, leuk is. Hè. Ja, het is vaak genoeg, ze. Het feit dat er iemand aan u denkt, ja, dat is genoeg, hè, vaak. Mm-hmm. Dus ja, dat maakte men een dag wel. Voilà. En met deze wijze woorden en vanuit de boodschap dat wij nog steeds aan mensen denken en mensen ook aan ons denken, denk ik dat we de opname kunnen stoppen. Dat zeker. Ja. Is dat gewoon op opname stoppen duwen, Xander? Ja. Ja. Wel, hebben jullie nog laatste woorden? Doe. Voor deze aflevering, hè. Fuck corona. En dat Despacito-nummer mag gaan komen, hè, Dimi. Voilà. Je weet toch, op het einde had ik niets gedaan hebben voor wat je mij op je gezicht hebt. Voilà. Ik ben nu al aan het kijken. Van... Nul. Dat nummer en dat nummer. Niks. Nul. Vergeet het. Je bent nu al aan het kijken van, had ik maar corona, dan moest ik niks doen. Ja. Ik ben zo niet. Ik ga niet. Ja. Het is goed. Maar ja, het is goed. Ik wil gewoon nog zeggen, ik wil jouw bloempje zijn.